Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het dan ook zover. De euro-dollar pariteit, oftewel 1 euro, is nu net zoveel waard als 1 Amerikaanse dollar. En de laatste tijd gaat het hier al vaker over in het nieuws en zeker ook vandaag. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in die euro-dollar pariteit? En vooral ook wat merk jij daarvan als consument zijnde of als belegger zijnde? Nou, dat wil ik gaan bekijken in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. En hoewel de meeste van mijn kijkers waarschijnlijk ook niet dagelijks, wekelijks of zelfs maandelijks bezig zijn met wisselkoersen. Is dat waarschijnlijk gewoon zo omdat we niet altijd direct merken of de wisselkoer veranderd is. Maar op dit moment. Nu dit eigenlijk die euro gelijk is aan de dollar, vond ik het wel een goed moment om hier een video over te maken. Om te gaan zien van wat is er aan de hand. Hoe is dit ontstaan? Hoe kunnen we het misschien oplossen? Of hoe kan de ECB het waarschijnlijk oplossen? En wat merk je daarvan? Wat is de impact voor jou daarvan als consument en als belegger? Maar laten we eerst even gaan kijken naar de koers, naar de koers van de laatste tijd eigenlijk. En kijken we dan even naar de wisselkoers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Iedere keer als ik dollar zeg, zal ik de Amerikaanse dollar bedoelen. Dan zien we nu dat we echt net iets boven die ene dollar zitten. 1,00009 dollar krijg je nu voor 1 euro. Dus eigenlijk zitten we bijna aan die pariteit zoals dat heet. Als het gelijk is, allebei 1 op 1 dus. En hier zien we eigenlijk het verloop van die koers. Sinds begin dit jaar, 3 januari, 31 december, zaten we zo een beetje rond de 1,13 dollar. Het is nog even gestegen richting de 1,15, maar sinds die tijd eigenlijk flink gedaald heeft denk ik ook wel hier een beetje te maken met de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld veel onzekerheid. Herstelde een beetje deden aandelenbeurzen ook na de rand heel veel gedaald. En dat zijn verschillende redenen. Wat dat precies wat die redenen zijn, dat ga ik zo meteen even behandelen. Maar laten we vooral eerst even uit gaan zoomen. En als we dan op de weekgrafiek kijken, zien we eigenlijk dat in 2020 hier was de coronacrisis een beetje, dan zien we wel een flinke stijging van de koers richting de 1,24, 1,23. Dat was begin vorig jaar en de eerste helft van vorig jaar. En sinds dat moment is het dus flink uh, ja, neerwaarts gegaan, die koers, die verhouding. Zoomen we verder uit, dan is het op zich ook wel grappig. Um, aan de ene kant zie je ziet veel meer schommelingen, dat gebeurt veel vaker. Maar we kunnen uitzoomen, en laat ik die even naar rechts zetten, richting 1994. Op zich wel grappig, omdat juist in 1999 de euro werd aangekondigd en in 2000. 2 uh, uiteindelijk ook echt is ingevoerd, dus dat was dat moment vanaf het moment dat het is aangekondigd. In principe zou je het kunnen vergelijken en zie dat het twee keer eerder pariteit is geweest. De koers hadden we nu zitten in 1999-2000 en juist in 2002, 2003 dat het was, maar naderhand zien we wel flinke schommelingen. We hebben ooit gestaan op 1,60 dollar, oftewel 1 euro. Daar kon je op dat moment dan voor 1,60 voor terugkrijgen. Dat was natuurlijk heel interessant en nu is het dus zogezegd 1 tegen 1 ongeveer. Um, iedere tijd, elk jaar is er wel een flinke schommeling te zien. Maar ja, nu gaan we wel weer richting een punt wat we nog niet echt heel vaak eerder hebben gezien. En eigenlijk sinds de invoering pas één keer eerder hebben gezien. Maar toen zat de euro juist eigenlijk in een stijgende trend, terwijl die nu juist in een dalende trend zit. Wat je hier eigenlijk kunt opmaken is... Niet per se dat de euro zwak is, maar ten opzichte van de dollar is die wel zwakker aan het worden. Het kan eigenlijk ook gewoon betekenen dat het juist gewoon de dollar is die heel erg sterk is, waar heel veel vraag naar is op dit moment. Maar hoe komt het dan dat er juist nu zoveel vraag is naar een dollar of minder vraag is naar een euro? Nou, dat heeft vooral te maken met het beleid van centrale banken, de ECB in Europa of de Federal Reserve in Amerika. En een beetje gewoon de hele staat van de economie. Het, ja, het geeft ook een beetje een beeld van vertrouwen of het beleid, hoe wij daarmee om of hoe uh, centrale banken daarmee omgaan en hoe uh, mensen erover denken hoe dat beleid wordt ingevoerd. En wat de impact daarvan is, hoe de staat is van de economie op dit moment. Wat zeker nu in Europa een rol speelt, is de oorlog in Oekraïne. Um, we hebben het eigenlijk, ja, het is pas sinds begin dit jaar dat die oorlog speelt. Het is al langer dat die er al een beetje aan zat te komen. Dus die onzekerheid was er wel. Maar zeker sinds dat de oorlog er is, is er gewoon meer onzekerheid. Een oorlog in jouw gebied zorgt gewoon voor spanningen, voor onzekerheid. En dat vinden beleggers dus niet fijn. Gaan we ook kijken. Um, nou, energie is natuurlijk heel belangrijk in een economie. Van energie, als je die hebt, kun je dingen produceren, kun je exporteren, kun je met dat geld dingen importeren. Dus energie is heel belangrijk. En wat we nu zien is dat energie in Europa gewoon heel erg duur aan het worden is. Alles om te maken wordt dus duurder. Inflatie stijgt. Um, maar dat niet alleen. Het is natuurlijk ook weer een, de vraag van welke zekerheid hebben we dat we later in het jaar bijvoorbeeld nog steeds alle energie hebben die we nodig hebben om te produceren. Want. We zien het in Duitsland, ze worden misschien wel uh, afgesloten van Russisch gas. En dan zie je in dat soort noodplannen die er zijn, dat het altijd eerst de bedrijven zijn die worden afgesloten. En na de handpas, ja, eigenlijk zo lang mogelijk, de huishoudens, de mensen van gas, van energie te blijven voorzien. Dus dat soort dingen. Het is nu nog niet van toepassing, maar dat het kan gebeuren zorgt nu al voor onzekerheid. Dan is het natuurlijk ook nog gewoon zo dat de economische... Um, ja verwachtingen eigenlijk tegenvallen dat is in Europa zo maar dat is ook in Amerika zo maar wel in een andere mate in Europa heb je juist ook door die oorlog dat er nu heel veel onzekerheid is ook omdat de ECB niet zo snel ingrijpt of niet zo snel in kan grijpen ook dat speelt mee in Amerika zien we ook wel dat ze last hebben van inflatie maar minder sterk van externe factoren bijvoorbeeld van die um, Bijvoorbeeld van die oorlog hebben zij niet zoveel last. Dus zou het misschien ook meer zelf op kunnen lossen, bijvoorbeeld. En we zien dan al wel dat in Amerika al twee maanden een recessie is. Uh, we spreken dan nog niet van een recessie, want dat is pas wanneer het twee kwartalen slecht gaat. Maar het is in ieder geval wel, ook daar gaat het niet per se heel goed. Maar in ieder geval meer vertrouwen in die economie dan in de Europese economie. Kijken we dan uh, wat wat vertrouwen waardoor dat komt. Zoals ik eerder al zei... het beleid van een centrale bank is heel belangrijk. We zien dat in uh, Europa de ECB niet echt beslissingen heeft genomen... of tenminste al heel traag is vergeleken met de FED in Amerika. Amerika heeft al een paar keer een renteverhoging uh, toegepast, doorgevoerd. Dat is eigenlijk ook het idee... of de verklaring waarschijnlijk voor een groot gedeelte... dat we sinds vorig jaar een daling van deze koers zagen... juist omdat... De Federal Reserve in Amerika wel rentestappen neemt. Um, terwijl Europa dat dus nog niet doet. Dat zorgt er gewoon voor dat um, aan de ene kant in Amerika de inflatie wat geremd wordt. Uh, ook wel de economie wordt daardoor geremd. Maar um, je, krijgt een, je krijgt in ieder geval um, ja, rentes gaan omhoog. Dus ook rentes op spaargeld gaat omhoog. En dat is in Amerika. Positief zit zo rond de 3% geloof ik op obligaties. Terwijl hier in Europa de Duitse obligatie, een hele stabiele binnen-Europa. Zit volgens mij net boven de 0%. Dus het is een groot verschil, en dat verklaart ook een grote, ja, een grote verklaring, misschien ook wel van de uitstroom van euro's richting dollars. Mensen willen nu, mensen, bedrijven met veel geld, willen nu uit de euro stappen. Niet alleen omdat het vertrouwen niet zo heel groot is, de onzekerheid groot is in Europa. Maar ook gewoon omdat je. Geen rendement krijgt, een negatief rendement hebt op dat vermogen. Terwijl datzelfde geld, wanneer je het omzet naar dollars, in Amerika wel een positief rendement heeft. Dus daar levert het ook daadwerkelijk geld op. En dat is ook een verklaring waarom die dollar nu zo sterk is. Omdat waarschijnlijk om die reden de dollar, er is gewoon meer vraag naar de dollar. En zoals gezegd, Amerika, de Fed, die grijpt wel sneller in met renteverhogingen. Europa zou dat ook al willen, maar stelt het telkens een beetje uit. Kondigde het wel weer aan dat het mogelijk kan gaan gebeuren. Doen kleine stappen, maar anders dan in Amerika, in ieder geval. En dat heeft ook te maken. Amerika is één land, terwijl in Europa we rekening moeten houden met al die landen. En het zijn juist de zuidelijke landen van Europa: Spanje, Italië, um, Griekenland. Die hebben een hoge uh, schuld heel veel geld geleend en juist als dan op dit moment de rente zou stijgen, zijn zij meer kwijt aan hun staatsschuld, wordt het ook moeilijker om geld op te halen, duurder om geld op te halen. Juist op een moment dat je dat geld wel kan gebruiken om je economie draaiende te houden, om een boost te geven, dus dat speelt gewoon mee en dat. Speelt Speelt ook voor spanningen binnen Europa. En spanningen is niet goed. Geeft weer wederom opnieuw onzekerheid. Of uh, ja eigenlijk gewoon meer onzekerheid voor beleggers. Nou is dit vooral op korte termijn. Het beleid kan misschien ook wel binnenkort snel anders gaan. Wanneer de ECB wel stappen onderneemt. Tegelijkertijd het is ook weer zo dat juist vanwege deze situatie producten in euro's misschien wel relatief goedkoper worden voor het buitenland dat misschien juist daardoor de vraag wel toeneemt naar onze producten dat we juist veel kunnen exporteren en zo zie je dat op heel veel punten zo'n wisselkoers tot stand komt aan de ene kant van vraag en aanbod omdat het wel of niet interessant is aan de andere kant gewoon vanwege het beleid en het vertrouwen dus in dat beleid en wil je nou beginnen met beleggen en ben je nog op zoek naar een broker bijvoorbeeld om aandelen in euro's te kopen misschien wel kijk dan naar de Giro of naar Bucks Beide hebben op dit moment een actie van nieuwe klanten, dus maak gebruik van mijn link onder de video. Zo ontvang ik een kleine vergoeding en kan jij gebruik maken van hun acties. En dan wil ik in het laatste onderdeel van deze video nog even gaan kijken naar de impact hiervan. Wat jij als kijker van dit kanaal zijnde waarschijnlijk uh, op twee manieren de impact hier goed van zal merken. De eerste daarvan zijn de brandstofprijzen. We hebben natuurlijk gezien dat de laatste tijd... Benzine of diesel juist heel erg duur is geworden ten opzichte van een tijdje geleden. Heeft onder andere te maken met de inflatie, met de onzekerheid, wederom door die oorlog. Maar wat zeker daar ook mee speelt, is dat de olie in dollars wordt afgerekend. En als deze koers dus daalt, wij minder dollars kunnen kopen met die 1 euro. Zorgt dat er ook gewoon voor dat juist om die reden de olie, de benzine, de brandstof voor ons duurder is. Dus inflatie speelt hierbij een rol, maar zoals we hadden gezien. Dit jaar is het al zo'n 15% afgenomen. Dus eigenlijk 15% van die, van die duurder wordende brandstof komt alleen al door deze wisselkoers. En een tweede punt waar jij de waarschijnlijk de impact ziet is bij beleggingen. Grote kans dat jij Amerikaanse aandelen hebt. Amerikaanse bedrijven zijn gewoon populair. Ook de Amerikaanse beurs is heel populair. Dus grote kans als jij losse aandelen hebt, zeker dat die. In Amerika worden verhandeld, in Amerika staan genoteerd en dus ook in dollar staan genoteerd. En waar je dan misschien vorig jaar nog, laten we zeggen, 100 dollar, een aandeel van 100 dollar, betaalde jij 80 euro voor. Nu bij deze huidige wisselkoers is die 100 dollar, kost je ook 100 euro. Bij dus in principe in dit voorbeeld in ieder geval 25% duurder uit voor hetzelfde aandeel op dit moment. Dus als je nu aandelen gaat kopen, Amerikaanse aandelen gaat kopen, of tenminste... Aandelen in dollars gaat kopen, ben je nu duurder uit. Heb je al aandelen in dollars, dan heb je misschien daar juist wel een rendement op gehaald, omdat dat misschien wel juist meer waard is geworden. Dat zien we ook bij mijn eigen positie, bijvoorbeeld van Alibaba, een Chinees bedrijf dat in New York in dollars beurs genoteerd is. Als je gaat kijken hoe de Winst en verlies van mijn positie tot stand komt, dan zie je dat ik op de aandelen zelf een verlies heb van 1233 euro. Maar dat ik juist door de wisselkoers 1157 euro heb verdiend, waardoor mijn ongerealiseerde verlies op dit moment slechts 75 euro is op deze positie. En zo zie je dus dat het ook daadwerkelijk wel impact heeft op de beleggingen die je hebt, zeker dus als je aandelen hebt. In um, Amerikaanse aandelen, in Amerikaanse bedrijven, in de Amerikaanse valuta. Dan nou kun je misschien ook um, een VWRL bijvoorbeeld hebben, een ETF in euro's. Maar die investeert ook in Amerikaanse bedrijven. Dus indirect heb je er eigenlijk altijd wel last van. Je kunt zeggen van nu zijn aandelen op die reden alleen al duur, dan zou ik op dit moment niet zoveel kopen. Maar meestal zou ik tenminste aanraden om te kijken op de lange termijn. Net zoals koersen fluctueren, doen dat ook wisselkoersen. En is het ook heel moeilijk om alles bij te houden om de markt te gaan timen. Niet alleen vanwege het aandeel zelf, maar ook nog rekening te houden met de wisselkoers. Maar laat ook vooral weten, heb je op andere plekken impact hiervan? Of hoe ga je juist hiermee om wat betreft je... Brandstof, ja dat is wat lastiger, maar met je beleggingen misschien wel. Laat dat weten in de reacties onder de video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.